Goedemorgen, zonder zorgen. Gezien worden. Het is weer vlogtijd. Wij gaan op vakantie naar de Ardennen. Het is nu mooi weer, maar het wordt de hele week regen. Maar dat geeft niet. We zijn ons helemaal op voorbereid. En we hebben er zin in. We hebben hier de koffer. We hebben veel te veel mee. Dit ligt hier nu. En de auto zit basically al helemaal vol. Maar we hebben er zin in. Wil je nog wat zeggen? Iets cools? Ik ben verlegen. Dat is wel een beetje Nee, ik heb er ook wel zin in, maar ik ben benieuwd. Ik denk dat het jouw eerste keer kamperen in een tent. En het gaat meteen de hele week regenen, dus ja. Goede introductie toch? Ja, ik ging altijd met een vouwwagen op vakantie en nu dus met de tent. We zijn aangekomen op de parkeerplaats, wilde ik zeggen. Op de camping! Woep woep! Kijk eens ons plekje. Helemaal heerlijk bij het water. Daar ook helemaal leuk bij het water. Ja, we zijn heel blij. We zitten heel dicht bij, bij het huisje, zeg maar. En daar heb je toiletten en douches en een klein restaurantachtig dingetje. En we gaan nu de tent opzetten. Dat wordt leuk. Dit wordt echt de relatietest tot de max. Tent opzetten? En, ja, en het begint al niet goed, want ik ben dit aan het doen en jij bent... Ja. Even een update. Dit is nu de tent, maar het klopt niet helemaal. Het ziet er ook zeker niet stabiel uit van deze kant. We hebben ook nog wat stokken over. Het klopt ook voor geen meter. We komen er niet uit. Er mist hier één stok. Het lijkt alsof het skelet hoort te kloppen nu, want alle kanten zitten. Maar als we daar de laatste twee stangen in doen, is hij te kort. Dus het klopt niet helemaal, maar het geeft niet. We hebben nu gewoon bedacht, we gaan dit nu gewoon zo doen. Want het punt is gewoon dat we droog kunnen zitten als het regent. En we zorgen gewoon dat die tent gewoon strak staat met haringen en dan waait hij niet weg als het waait. Dus dat gaan we nu doen en Milan gaat lekker beginnen met koken.
Want we hebben honger. Tang of zo. Ik heb een opscheplepel wel meegenomen. Wil je bord even recht houden? Sorry. Met je vlog hoofd. Dankjewel, schatje. Is dat genoeg? YouTube is belangrijker dan... Er past niet meer op je bord. Dit is de ruzie. Ja, dit wordt even een retake. Die tent staat op, maar dit wordt een retake. Oké. Okay. Moet ik het weer doen? Ik kan het even recht houden, anders? Nee, het is geen recht. Of is het dan niet sterk genoeg? Oeh, dat is genoeg zeg. Kijk nou eens. Wat een heerlijkheid. Wij zitten hier lekker. Ik heb even mijn zaklamp hier, want anders zie je helemaal niks. Maar kijk hoe gezellig. Oh ja, dat is het probleem. Dat het niet scherp stelt. Maar we hebben allemaal lichtjes. En ook in de tent. Helemaal gezellig. Zitten we hier lekker aan een wijnske. Laten we zien. Ik liet het net al zien, mevrouw. Oh, sorry. Kijk eens. En ja, zie je tomorrow. Doei. We hebben een nieuw vriendje erbij. Hij sprong net op mijn schoot. Ik schrok me helemaal dood. Het is hier pikken donker. En nu is hij hier. Hoe gaan we hem noemen? Poes of zo. Barry. Is Barry de naam? Nee, ja, Poes is toch leuker. Dat is wel een lieve Barry, naam. Ja, andere naam. Cannibaal. Nee, we doen het Poes. Kattibaal. Katty. Ik vind hem schattig. Je ziet zijn kanus niet. Hij is zichzelf aan het likken. Ja. Ik vind het wel schijnbaar dat het ja, sorry. Poen. Is al klaar. Goedemorgen. Het is dinsdag. En wij zijn wakker. We hebben best wel goed geslapen. We waren vroeg wakker. 7:30. Ik werd wakker en ik dacht echt, nou, het is 9:30 of zo. Maar 7:30. Wakker gemaakt door een haan, weet je. Meer in de natuur kan ik niet hebben. Maar ja, het was lekker. Het heeft de hele nacht geregend. Nu is het ook steeds regenachtig weer. Maar we zitten hier nu lekker. Wachtend op het ontbijtje. Want Milan is lekker een scrambled egg aan het maken. Ik gooi even met een tomaat. En gooi even met een tomaat. En hier zit onze kat Barry. Vannacht kwam hij in de tent. Helemaal leuk. Had ik helemaal een kleedje voor hem neergelegd. Heeft hij daar gelegen. Ik weet niet hoe lang, want we hebben de tent, de slaapkabine gewoon dicht gedaan. En vanochtend werden we wakker. En kom hier. En nu zitten we hier heel gezellig. Zeg eens wat Bar. Barry. Bar is een beetje verlegen hoor. Ik denk niet dat Barry zijn naam is, maar... Misschien is het wel een meisje. Wat? Misschien is het wel een meisje. Barry, ja. Maar Barry is een gender neutral. Dat is waar. Dus ja, maar ja, het is wel heel gezellig met regen. En gelukkig staat de partytent er, want anders konden we niet eens naar buiten nu. Ja, en we gaan kijken wat we vandaag doen. We gaan sowieso even zoeken naar een supermarkt. Boodschappenwinkel wilde ik zeggen. Supermarkt. En dan gaan we even dingen halen. We zijn de oploskoffie van Milan vergeten. Wat echt raar is, want ik heb hem wel klaargelegd. En ik dacht ook meegenomen, maar... We hebben hem nog niet gevonden. En dan gaan we wel zien waar de dag ons brengt. We zijn bij de Carrefour Markt. Hoe heet het ook weer? Je weet. Carrefour. Carrefour. Het staat er hier. Carrefour Markt. Lekker boodschappen doen. Milan's favoriete activiteit. Ik ben mijn vloggiecamera vergeten. Natuurlijk. Want ik begin weer met vloggen en dan ga ik het gelijk vergeten. Dus hier is telefoonkwaliteit. En niet helemaal supermarkt. Zeker. Ghetto. Milan zegt tegen mij, ja, het is toch leuk als je gaat vloggen. Als je het leuk vindt, dan moet je gewoon lekker vloggen. En dan nu de hele tijd zeiken. Vloggen weer, hoor. We gaan lekker groentjes eten. Een gele courgette hebben we al. Hij is wel redelijk klein, dus we zouden nog iets anders kunnen doen. Moeten we niet zo'n courgette doen? Gewoon doen we allemaal gekke courgetten. Allemaal gekke courgetten. Dat is toch leuk? Alleen courgetten en dan moeten we ook nog een uitje erbij doen. Dat is altijd wel lekker, toch? Kijk al deze broden nou, hoe leuk. Gewoon zo'n heel fucking brood. Kan je gewoon een hap uitnemen. Wat gaan we nemen? Kijk, zo is in de winkel. Lekker broodje morgen. Het is hier echt
best wel duur. Het is echt wel heel duur. Wacht, ging ik nou naar kijken? Nou, in ieder geval zag ik een kaas voor 6 euro voor 6 plakjes. Dat is leuk. Maar nu sta ik hier bij de wijnen en ze zijn gecategoriseerd in het land waar ze vandaan komen. En daar hou ik van, want ik wil altijd dit soort wijnen. Dus ik weet niet of we daarvoor gaan. Ik zie Californië staan. Ik weet niet, die trekt me wel. Afrikaanse. Het is een Merlot uit Chili. Oeh, ik vind Chili wel vaak mijn favoriete land. Maar ik vind de fles niet zo. En er zit verstof op. Zuid-Afrika is ook wel heel leuk. Ik denk dat ik voor deze ga eigenlijk. Wat kan dus iets? 6 euro. Ja, is wel fijn. De goedkoopste wijn is 5 euro. Daar gaan we voor. Sorry, we kunnen dit mooie linkje toch niet skippen? Oh, zal ik even met 3 wegrijden? Dat is een goed idee. Terug. Ik heb de vlogcamera weer. Had ik gewoon hier laten liggen op het tafeltje. Gewoon van mensen, pak maar, kijk mijn videobeelden maar. Jat mijn camera, geen probleem. Ik dacht nog dat toen we weggingen dat ik had gekeken van, ligt er nog iets op tafel, wat op tafel hoort. Niet goed gekeken. Maar goed, we're back home. Milan gaat eindelijk. Milan is dus allergisch voor Barry. Dus dat is leuk. Hij loopt de hele tijd altijd niezen. En die kat is elke keer bij ons. Hier zit hij weer. Ja, dus van jij in de vakantie is iets leuker omdat er een kat is. En mijn vakantie is gewoon helemaal verpest. Ja. Dus. Je hebt wel die allergie snoepjes. Ja, als ik er nu één keer ga nemen, snoepjes. Dan ligt gewoon, kan ik gewoon net goed in slaap. Ja, die zijn wel intens. Maar goed, Milan gaat lekker wat koffie maken voor zichzelf. Oploskoffie. En wij gaan even chillen. En ik ga beginnen in Harry Potter deel 1. Ja, ja. Gekocht. In Purmerend. En ik heb nog een ander boek, maar ik weet niet. Ik vind het toch niet zo. Dat we Purmerend komen, anders worden we weer weggestuurd. Weggestuurd? Ja, Purmerend is een kutzak. Jij bent in Purmerend geboren, ik niet. Morgen toch? Echt toch. Dus ja, we gaan nu even chillen en we hebben avondeten gehaald voor vanavond. Die courgette die we dan hebben gezien en de rossi rondjes en wat een kip. Kabeljauw? Nou, we hebben kabeljauw? Oké, rossi-rondjes, we hebben aardappelpartjes. Oh ja. Gaat goed. Goed. En we hebben kip kabeljauw. Kabeljauwburger. Lekker, lekker. En hoe laat is het nu überhaupt? 10:30. Gaat het tijd best wel langzaam, dus we zo vroeg wakker waren. Ja, we hadden half acht wakker. We kwamen er ook achter dat het dus die kip gisteravond om 7:30 alleen maar kukkelekuur riep. En vanochtend om 7:30. Van een 7:30 tijdstip doet hij dat voor, weet ik veel, een half uur of zo? Echt wel lang. Die kip, wat voor geluid maakt hij? Hoe heet het ook weer? Hij doet een kukleku. Dat zegt hij. Hoe had ik het anders moeten noemen? Kuklekuen. Kuklekuen. Hoe had je dat genoemd? Vorige week. Ik vind wel, niemand zit alleen maar te zeuren over dat ik alles aan het filmen ben en aan het vloggen en zo. Terwijl hij degene was die zei van, als je het leuk vindt, moet je het toch gewoon doen? En nu alleen maar klagen. Maar goed, weet je, ik kan niet alles hebben. Ik heb ook wel eens je telefoon in de auto dat de auto dicht is. Ik wel nou. Hij ziet er goed uit. Ik heb de autosleutels in mijn zak. Nou, doe me even open dan. Ik zal op wachten. Ja, wat ga je doen? Oh. Ik heb hier... Dat kan toch niet, Barry? Je gaat nu op mijn boek zitten. Hier, ga maar zitten dan. Nou. Ik vind het wel hartstikke gezellig. Hij kijkt een beetje down uit zijn ogen. Kijk eens even naar de camera. Kijk eens eventjes.
Hallo? Kijk even. Nee? Auw, diep met die nagels, jongen. We weten dus niet hoe die heet. Wij noemen hem dus Barry. Maar ik had gevraagd aan de receptie hier waar die kat vandaan kwam. En hij is dus van de... Auw, jongen. Dat doet pijn. Nee, hou eens op. Hij komt dus gewoon hier vandaan. Hij is van de eigenaren die boven de receptie wonen. Maar ze wist niet zijn naam. Dus ik zeg, ja, we hebben hem nu maar Barry genoemd. En toen moesten we hard lachen. Nou, we zijn 1 meter buiten en het is nu alweer gestopt. Dus, Hallo. Ga jij ons elke keer wakker? Elke keer, 1 keer. Maak jij ons wakker? Oké. We gaan even een rondje lopen over de camping. De camping is niet zo heel groot, maar we gaan eventjes kijken wat er hier te beleven valt. Misschien kunnen we vanavond ook met die cult, wat was het, kampvuur meedoen. Niet. Met je gitaar. Dus toen ging je heen lopen en toen ging je niks doen. Nou. Zullen we die in het eten doen vanavond? Ik disrespecten. Nou. Voor jou type voor die de mol uit de parasol heeft gezien. Wat? Ja, ik heb er wel type voor. Echt? Ja. Waarom? Nou, ik zie jou niet als een type dat ooit naar het bos of zo ging. Ik ging heel vaak naar het bos om te wandelen. Om depressief te zijn of? Ja, vaak naar het bos hoor. Ja, nee, hey, weet je? Ik ben heel vaak wezen wandelen in het bos hoor. Het is echt heel erg dat je nu zegt. Niet zo beleefd te voelen. Ik ben echt, het was wel een beetje disrespectvol. Ja. Wat voor meisje denk je dat ik ben? Een manege. Een manege. Kijk, hier zaten ze gisteravond allemaal rond het kampvuur. Dat was wel heel cute. Maar ja, dat is ook wel raar. Dus dit is een soort van de gezellige happy. Die stenen kun je dus maken op de camping. We zitten hier lekker te chillen. Ik heb hier Brammetje weer, die heel relaxed hier zit met dit nageltje zo. Hij doet elke keer zijn nageltjes in mijn broek. En ik zeg elke keer nee. Dan pak ik zijn pootje zo. En hij vond het eerst niet leuk, maar nu snapt hij het een soort van beetje. Dus hij doet nu al zijn nageltjes, maar dan niet ver genoeg dat hij me pijn doet. En er vliegen hier steeds overal musjes overal. Die lopen dan zo in het zand. Dan zijn ze aan het huppelen. Echt zo schattig. En dan zit hij lekker. Het spet het weer een beetje. Maar het is wel oké met het weer. Het is niet echt... harde spetters, het is geen veel wind, maar wel af en toe een beetje druppels, wat gewoon fijn is, want we hebben ons ingesteld op regen, dus dat is oké. Ik ben ondertussen Harry Potter aan het lezen, deel 1, en het is leuk, we zijn nu bij het deel dat hij naar de weg is weggegaan om spulletjes te kopen, dus dat is heel leuk, ik ram er echt vet snel doorheen, en nu zitten we eventjes lekker met een muziekje, kaasje te eten, lekker wijntje erbij. En ja, we vermaken ons wel. We zijn lekker aan het verplaatsen. We zijn aan het verplaatsen naar hier buiten. Hieronder vandaan. Want het is toch wel iets meer in de nature als je dan gewoon hier gaat zitten en niet zo overdekt. En we hebben net een potje, hoe heet dat gedaan? Kwiksen. Nee, kwiksen. Zit daar. En nu zijn we een potje aan het maxen. We hebben wel 2 potjes gemaxed. 1-1. 1-1 staat het. We zijn goed bezig. Van ons potje. Jullie was er blij mee. Het is nu 6:30, dus de vrouw des huizes. Oh, zo dicht. Gaat maar koken. En ik hoef niet te helpen. Deze guy, echt such a guy gewoon.
Ik ga maar, weet ik veel, boeken mooi maken weer of zo. Me mooi maken voor het eten. Ja, we gaan toch uit eten? We gaan wel een keertje uit eten, toch? Nee. Jawel. Camping life, bro. Gaan we één keertje uit eten. Dat is wel gezellig. Weet je, ik heb allemaal mooie kleren meegenomen. Nee, zie je? Ja, dus het gaat nu weer regenen, dus dan gaan we weer onder de tent zitten. En Vier van scorekaart. Milan is zo boos. Die heeft gewoon niks meer. Dus ja, ik ga maar weer of mijn boekje lezen. Ik denk dat ik gewoon mijn boek ga lezen. Ik ga niet op TikTok zitten, want anders zit ik weer 300 jaar daarop. Ik heb nu wel het woord gezet en denk ik, misschien eventjes. Het woord TikTok? Is het net zoals McDonald's? Misschien wel. Kun je ook naar McDonald's rijden? Nee, ik heb gedronken, dus ik kan niet. Ja, en als je nog niet gemerkt had, we zijn een klein beetje alcohol gedronken. Klein beetje maar. Dus ja, dit duurt alweer veel te lang, net zoals mijn Snapchat. Doei! Zou het gewoon als een gewone courgette? Ja. Nee, waarom groeit dat zo dan? Het is wel iets meer zaden, zeg maar, maar... Oh ja. Dat is cool. Oké, Lamara, die wilde de courgette ook weer grove stukken? Ja. En dan vraag ik als je in, hoe grote stukjes wil je ze? Doe maar in vieren, denk ik. Gewoon vier plakken. Dit in vieren? Ja. Nee, is te groot. Is dat te groot? Kijk hoe klein ik die ui heb gedaan. Ja, ik zei ook de ui veel grotere stukken. Oké, doe maar in zes dan. In zes? Ik ga het niet optellen in zes. Nee, maar dan doe je het er gewoon door de helft nog een keer dan in drie. Ik ga wel even. Laat maar, doe maar gewoon zoals je het wil doen. In plakjes. Zes of zes. Fuck ook dus wel. Ben je dat salty omdat je alcohol hebt gedronken? Nee, ben je mij geworden? Ik ben zeuren bent. Waarom doe je ze in die bak? Oh, rust. Waarom doe je ze in die bak? Waarom zou ze in die bak? Een dunne plak. Oké, nu plaag ik je maar. Nee, tuurlijk niet. Ja, okay. Oh nee. Kijk, deze schat even goed bezig zijn. Barry zat even op mijn schoot. Maar nu gaan we eten. Dus nu is het klaar. Het ziet er naar uit dat ik veel te veel heb gefilmd. Dus deze vakantie gaat denk ik in drie verschillende video's komen. Ik twijfel, ik heb nu deze en ik ben nu bezig met de tweede. Dus misschien drie, misschien vier. Maar in ieder geval was dit het einde van deel 1. Ik hoop dat je het leuk vond en tot de volgende keer.